Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij de allereerste aflevering van City Bus Manager. Met Bliefjes natuurlijk. Zoals jullie linksonder kunnen zien, gaat het om een early access versie van de game. Betekent dat er nog her en der wat dingen gedaan moeten worden, of je weet hoe het zit met early access games. Dus ik zou graag met jullie, een bedrijfje willen starten. Laat het voor het gemal, voor het gemak even een Bliefjes, Bliefjes Inc. Vind ik op zich wel prima. En dan pakken we even een postcode. Kunnen we niet gewoon Hengelo zeggen of zo? Even kijken, Hengelo. Kijk, hartstikke mooi. Zeg gewoon Hengelo. En dan, dan kan ik ook mijn oude postcode pakken. Maar goed, dat maakt op zich niet heel veel uit, denk ik. Ik wil een grote stad hebben, want ik bedoel, waarom niet? Hopelijk hebben we dan wat meer startkapitaal, als dat heel erg nodig is in ieder geval. En dan ben ik benieuwd wat wij, wat we allemaal toegewezen kregen als, stad Hengelo in ieder geval. En even zien wat de game voor ons in petto heeft eventueel. Dat is misschien nog wel veel belangrijker. Dus, we gaan het allemaal wel zien wat we moeten doen. De bus komt er in ieder geval aan. En zoals we kunnen zien, hebben we hier de stad Hengelo in ieder geval in volle glorie. Ook precies Hengelo, dus het centrum van Hengelo is mooi aangenomen. We hebben een stukje van Enschede hebben we hier nog. Maar het is voornamelijk Hengelo in ieder geval. Mijn god, ik moet wel heel ver even inscrollen. Zo, eventjes mijn muis. Dat is wat makkelijker namelijk. Ik weet dat de stalling in Hengelo bij de Lidl zit normaal gesproken. En dat is eigenlijk hier zo'n beetje. Volgens mij zit hier dat depot normaal gesproken. Dus ik denk dat ik hem dan ook wel hier ga bouwen. Laat ik hem maar gewoon hier neerzetten. We zien het vanzelf al. Dus, dan hebben we hier nu het pand. En we hier staan, beweegt de camera met de WASD standaard knoppen. Die snap ik wel. En de camera kun je draaien met Q en met E. Oké, nou dat is op zich nog wel te doen, denk ik. Eens eventjes kijken. Voeg minimaal 1 servicebalie toe aan je servicecentrum. Plaats stoelen en decoraties als je klantvriendelijkheid wilt verhogen. Je kunt servicebalies open en sluiten door erop te klikken. Wat is dan eigenlijk ons pand eigenlijk? We hebben nog niet eens een pand, zou ik zeggen, toch? Of ben ik nog helemaal wozy? Of is dit het pand? Dat zou kunnen dat dit gewoon het pand is hoor. Dat je het hier eventjes meer moet doen ofzo. Even kijken. Voeg 1 servicebalie toe. Maar waar moet ik op klikken dan? Bouwen? Even kijken hoor. Buiten. Dit zijn boompjes en zo. Kantoor. Dit is een deur. Kast, kopieermachine en dat soort dingen. Het staat wel op alfabetische volgorde. Ik moet in ieder geval een servicebalie hebben. Service center dan, denk ik. Even kijken. Staat hier ergens een service balie? Nou. Voor het gemak maar eventjes direct bij de ingang neerzetten dan. En zorg minimaal 2 zitmogelijkheden hebt. Oké. Stoel. Niet bereikbaar. Hoezo? Oh, ze moeten per se daar staan, I guess. Oké, 2 zitmogelijkheden. Let's go. 2 stoelen. Geweldig. kantoorbouwen. Bouw een gang minimaal van 5x3. De gang moet via minimaal 1 deur toegankelijk zijn. Oké. Eens even kijken. Hoe kun je dan... dat is wel een beetje de vraag. Hè? Hoe... Je wordt hier ook maar gewoon een beetje ingegooid of zo. Ik bedoel, hoe moet je nou weten hoe je een... Gang. Bouwgang. Oké, check. En dan kunnen we dus hier draaien. Hij moet 5x3 zijn. Dus even kijken. 1, 2, 3. En dan... Even kijken. 5x3. Dit dus. En er moet een deur in zitten. Oké. Nou. Even kijken. Mooie deur. En bouw een kantoor met minimaal een afmeting van 6x4. Oké. Van minimaal 6x4. 4, 6. En er moet natuurlijk ook een deur in zitten. Dat begrijp ik ook wel, dat er een deur in moet. Zo, deur. Plaats minimaal 1 staand bureau in het kantoor. Oké. Even kijken, staand bureau. Nou, dat hebben we dan hier.
Hoe kun je die even mooi draaien eigenlijk? Kun je die dingen draaien? Ik zou niet weten hoe je die dingen kunt draaien. Zou ik je dat vertellen? Kan met de A, met de D? Nee. Huh. Ik weet niet hoe je die dingen kunt draaien, in alle eerlijkheid. Nou ja, laten we dan eventjes hiervoor nu neerzetten, denk ik. En we moeten natuurlijk een zitplaats hebben. Maakt het nog uit welke dat is? Volgens mij niet, toch? Oh, je mag hem niet aan het bureau zetten. Dat is raar. Nou ja, oké. Okay. Schijnbaar willen ze dan daar zitten of zo. Geen idee. We moeten ook nog een keuken bouwen. Even kijken. Deze zijn we in ieder geval klaar. Oh, die is nu ook weg. Dat is mooi. Even kijken. Keuken. Ja, waar is dat makkelijk om te doen, een keuken? Ja, ik zou hem wel eventueel hier aan willen plaatsen, eerlijk gezegd. Minimaal 4x4. Nou, laten we mij eventjes direct even wat groter maken voor het geval dat. Dan natuurlijk even een deurtje. Zo. Plaats een koelkast. Even kijken, een koelkast. Zo. En een automaat. Oké, automaat. Automaat, zo. Hoppatee. Ik denk dat het ook een beetje automatisch bij de muur meedraait, om zo te zeggen. Ook nog een badkamer bouwen, oké. Okay. Zeg, badkamer, dat doen we dan gewoon hier, denk ik. Minimaal van 4x4. Oké, okay. Een badkamer. Ik vind het wel een beetje raar klinken, een badkamer. Ik zou gewoon denken dat het... Ik bedoel, je logeert het natuurlijk niet, hè. Minimaal 3x3. Nou, daar kunnen we op zich wel prima mee beginnen. Laten we voor zeker het heel ietsje groter maken. Doe ik nog even een deur. In de midden, sure, why not. Plaats minimaal 1 toilet. Ja, dat is wel makkelijk, denk ik, inderdaad, hè. Even kijken, wc. Staat het gewoon letterlijk daar dan zo in? Ik bedoel, er moet toch normaal gesproken iets omheen, of ben ik nog helemaal koekoek? Oké, okay, bijzonder. Je eerste bus. Bouw minstens 1 weg. Hoe? Oh, ik denk dat ze dat zo bedoelen. Straat. Kijk, een wasstraat. Bouwstraat. Bedoelen ze dat zo? Oh ja, schijnbaar wel. Oké. Okay. Plaats 2 parkeerplaatsen op je terrein. 1 parkeerplaats moet worden afgesloten op de weg. 1 parkeerplaats moet worden aangesloten op de weg. Oké, okay, oké. Okay. Zou ik zeggen, begin dan direct met een grote parkeerplaats, of niet soms? Dit is niet handig trouwens, omdat hier al in... even kijken, misschien dat ik die... Dit is voor de zekerheid even wat verder naar voren moet plaatsen. Even kijken. Nou, ik denk dat het wel veilig is om hier dan een parkeerplaats neer te gaan gooien, hoop ik. Zo, parkeerplaats. En even kijken, hoe groot is die kleine? Oh, dat zijn net te groot, hè. Heb je net weer niks aan. Heel fijn is dat. Ja, daar laat ik me nog even niet bij. Even kijken, zo. Jammer dat je aan deze kant dan weer helemaal niks kunt doen. Nou ja. 2 parkeerplaatsen, dan doe ik gewoon 2 grote. Eens even kijken. Koop 2 bussen. Dat zullen dan deze wel zijn, denk ik. Je hebt geen bussen. Nee, dat klopt. Die moet ik kopen. Marktplaats. Oh ja, dit zijn dus 2 bussen. Oké. Okay. Doe ik maar meteen 2 CITO-bussen, denk ik. Oh. Je moet er nog een kleur aan geven ook nog. Dakkleur. Mijn god, hé. Überhaupt buskleur. Wat doen we? Donkerblauw zo. Dakkleur moet natuurlijk geel, hè. Ja, dat vind ik ook. Het moet geel. Laat me even heel easy eventjes hierbij houden, denk ik. Welkom in Hengelo. We zijn echt blij dat je vanaf ons lokale transport gaat verzorgen. Inderdaad, dat ben ik wel met je eens. Maar ik moet nog een bus kopen. Even kijken. Marktplaats was het, hè? Ja, dit.
Halen we nog zo'n ding. Oh, ik had het moeten opslaan natuurlijk, hè. Het dak was in ieder geval geel. Ja, het zal wel zoiets zijn geweest, denk ik. Opslaan. Briefjes. Ink. Oh, ink. Sla lokaal op. Zo, prima. Pas maar toe. Er zal wel een klein beetje verschil in zitten, denk ik, maar dat neem ik dan eventjes voor lief voor nu. Even kijken. Plaats 6 kluisjes in de gang of in de hal. Nou, dit is de hal, denk ik. Dus bouwen, hal, kluisje. Oh, dit telt niet als een hal, schijnbaar. Oké. Dat is tof. Dat dit niet als een hal geldt. Ik had verwacht dat dit een hal zou zijn, maar dat is het niet. Kunnen die gang dan even wat langer maken of zo? Ja, dat kan. Dat is tof. Oké. Dan kunnen we dit mooi gebruiken voor eventuele kluisopslag dan. Even kijken. Een kluisje. Hoezo niet voor personen beschikbaar? Laat zo zeggen. Hoe kun je dit verplaatsen dan? Ik zie nu wel dat het hier staat, maar hoe kan ik hier dingen hoe kan ik hier dat dingen weghalen eigenlijk? Ik zie hier namelijk geen hoe zeg je dat? Ik zie hier nergens een sloopoptie, om zo te zeggen. Oh, ik denk dat dit is trouwens. Ja. Oké, top. Welke zijn dat? Ik denk deze dat er eentje van is. Oh, nou vindt ze het wel goed, ja? Ik vind het bijzonder. Even kijken, andere kant dan ook natuurlijk even wat kluisjes. Kijken of dat überhaupt kan. Kluisje. Oké, dat vinden ze goed. Maar laten we voor zeker wat meer kluisjes erin gooien, want je weet maar nooit. Alright. Neem 2 buschauffeurs aan. Ik vind wel dat je een beetje voor de bus wordt gegooid, als je begrijpt wat ik bedoel. Even kijken. Vriendelijkheid vind ik wel belangrijk. Ik vind vriendelijkheid wel belangrijk. Ik denk dat ik voor deze 2 ga dan. Als ik het even zo snel zie. Zijn er nog meer die wat... Het is niet hoe verder je gaat, des te duurder ze zijn. Deze, ja, betrouwbaarheid vind ik trouwens ook wel belangrijk, dat ze dat hebben en zo. Beginner, allemaal beginners? Stagiair zelfs nog. Er zit ook wat stagiairs tussen. Vriendelijkheid helemaal gewoon leeg ook, hè. Echt waar, jongen. Dan die. Voor Emmanuel. En deze. Dus. Of was het een onderzoeker? Bedenk ik me trouwens net. Oh, was het een onderzoeker? Oeps. Nou ja. Moest ik trouwens ook doen. Moest ik trouwens doen, dus dat scheelt weer. Personeel. Plusje. Even kijken, ik zoek dan nog een buschauffeur. Buschauffeur, nou ja, dan met deze denk ik, ook als het aan het beginnen. Beter dan een stagiair. Neem een monteur aan. Eens even kijken of er een beetje eentje is met goede specs. Nou. Betrouwbaarheid, vriendelijkheid. Dan vind ik betrouwbaarheid, ja, een stagiair. Even kijken, beginner. Dan heb ik liever een stagiair, in alle eerlijkheid. Want die heeft meer... Kijk, ik denk dat betrouwbaarheid hierin een betere is. Neem een schoolmaker aan. Kijken, lijkt erop dat die de beste papieren heeft. Ja, deze heeft de beste papieren. En een service medewerker. Even kijken. Dan denk ik stagiair, beginner.
ja, dan ga ik voor vriendelijkheid wat dat betreft. Alright. Dan is dat het personeel. Dan... Ik zet het even op pauze trouwens. Dat is misschien wat beter. Bouw een tankstation. Moet worden aangesloten aan een weg. Oké. Okay. Even kijken. Buiten... Waar valt dan tankstation onder? Oh, hier. Moet worden aangesloten aan een weg. Dat is ook direct van die ontzettende grote... Lompe, logge dingen zijn dat, hè? Waar je denkt van, waarom? Even kijken. Gas station. Waarom kan die niet aangesloten worden? Moet dat per se zo? Even kijken, hoe gaat het parkeer... Waarom kan dit dan ook niet? Het moet per se... Oké, dat is echt wel super tof. Dat is echt geweldig. Maar niet heus. Dan zou ik zeggen... Oh, dit kan wel. Oké, doen we dit. Prima, ja. Een tankstation. Geweldig. Plaats een wasstraat. Moet ook worden aangesloten op de weg. Nee, top. Een wasstraat. Oh, dit is trouwens wel... Oh, die moet zeker zo. Ja, die moet zo inderdaad. Oké, okay, nou, doe ik dat wel zo. Dan is dit mooi een plaatje in beslag genomen. Plaats een lift. Moet ook aan worden aangesloten op de weg. Mijn god, hé. Een lift. Maakt ook nog uit waar die moet worden aangesloten dan? Ik zou zeggen, doe dat maar hier, hoor. Het is ook gewoon weer een heel center erbij. Goeiedag, hé. Bouw een magazijn. Bouw dit, bouw dat. Van minimaal 4x4. Hoort dat bij het... Waar hoort... Oh, dit is... magazijn is echt gewoon oké, een los ding. Oké, check. Moet dat een los iets zijn? Het hoeft volgens mij niet aan je kantoor vast te zitten. Ofwel, dacht ik, een magazijn. Even uit mijn hoofd. Ik kan hem bijvoorbeeld ook gewoon hier neerzetten, toch? Van minimaal 4x4. Nou. Kan ook zo, dacht ik toch? Magazijn. Mooie deur. Plop. Plaats een stelling. Nou, een stelling, dat is op zich niet zo moeilijk. Huppatee, een stelling. Zal ik er meteen twee inzetten. Je eerste busroute. Oké. Okay. Open de map. Klik op de map in de rechterbovenhoek en plan je eerste busroute in. Je kunt het beste beginnen met een centrale buslijn tussen de 10 en 5 bushaltes. Oké. Is er een sneller ding voor de map? Nee, ik denk dat ik hier moet klikken. Zoals ik al zei, een beetje een nadeel dat je er letterlijk zo een beetje wordt voorgegooid, om het zo te zeggen. Even kijken trouwens, want ik ben wel eventjes benieuwd. Buslijnen van... Ik zal eens even kijken naar de buslijnen van Keolis die hier een beetje gaan. Even kijken, bus 10. Waar gaat dat ding een beetje naartoe? Oh, die rijdt zo helemaal rond schijnbaar. Even kijken, die vertrekt bij Centraal Station in ieder geval. Even zien. Moeten we even kijken naar Centraal Station? Dat is hier al. Stationsplein. Even kijken, dus moeten we hier even een bushalte maken. Je hebt nog geen bushalte in bezit. Maak een route aan om bushaltes te plaatsen of te kopen. Oké. Okay. Nieuwe route. Even kijken. Creëer een busroute met specifieke eisen voor een klant. De opbrengst van de kaartverkoop gaat volledig naar de opdrachtgever. Je ontvangt som geld per afgeronde reis. Oké. Okay. Wat is dan dit dan eigenlijk? Oké, wacht even. Oh, dat zit dus zo. Oh, de Waarbeek. Ik weet waar dat is. Dit is de Waarbeek inderdaad. Zou ik daar iets van kunnen... Daar kun je wel iets van maken, denk ik. Want deze lijn, die gaat ook een beetje die kant op. Die gaat namelijk via de Twekkelenweg gaat die terug. Ik zou dit kunnen maken, denk ik. Oh, je moet eerst trofeeën daarvoor verdienen. Oké. Okay. Oh ja, ik zie het inderdaad. Je moet eerst 25 trofeeën daarvoor verdienen. Oké. Okay. Dit wordt dan lijn
10. Want dat is ook een echte lijn trouwens, by the way. Dat is een echte lijn. Even kijken. Dan gaan we eventjes naar het centrale station, want daar beginnen wij. En dan even kijken, hoe rijdt die gekke bus? Even kijken, hij gaat dan naar de... Vanuit hier gaat hij naar de Twekkelenweg. Dus dat zie ik hier. En dan naar de... Voor mij is dit de Brouwerijstraat. Ja, hij gaat naar de Brouwerijstraat. En dan naar Twekkelenplein. Dit is gewoon echt letterlijk overgenomen van de... Hoe heet dat? Hoe de bussen daadwerkelijk in dingen rijden. Dit is de Berfloweg natuurlijk. Vervolgens gaat hij... Even kijken, dit is... klopt dat wel met wat ik doe? Even kijken. Hij gaat trouwens naar... Oh, wacht, hij gaat niet hier naartoe. Kan ik dit zo wegklikken? Ja, dat kan, top. Hij gaat dus hier naartoe. Hier naartoe. En dan gaat hij naar de... Hoe heet dit ding? Dit is de Berfloweg. Die heb ik inderdaad. Dan naar de... Nee, daar gaat Ammen, dat geloof ik niks van, dat hij daar naartoe gaat. Oh, hij... dan missen wij hier een bushalte. Hier is dan... Oh, hier is inderdaad een normaal gesproken een bushalte, maar die staat er niet op. Ik ken die bushalte wel, maar goed, we slaan hem dan wel over. We gaan dan gewoon direct naar deze heen. Even kijken, vervolgens gaat hij naar deze, naar Vuurdoornplein. Dan gaat hij helemaal hier naar onder heen. Even kijken of hier nog ook bushalten zijn. Ja, hij gaat dan naar... even kijken, dit is attractiepark De Waarbeek, dus hij gaat hier naartoe. Zo inderdaad ook. En dan gaat hij eigenlijk het industriegedeelte over naar de Boortorenweg. Dus hij gaat hier naartoe. En dan gaat hij hier naartoe. En even kijken, dan gaat hij vast en zeker ook nog stoppen bij de S-Rijn, denk ik, bus 10. Klopt dat? Ja, Hengelo S-Rijn stopt hij ook. En dan... Gaat hij eigenlijk vanuit de S-Rijn gaat hij weer terug naar het Centraal Station. Dus dit is eigenlijk lijn 10. Letterlijk hoe die ook gewoon door Hengelo heen gaat. Even kijken. Ja, dat kan wel kloppen inderdaad, ja. Interval. Ja, hoe vaak gaat hij eigenlijk? Even kijken... Hij gaat eigenlijk maar één keer in het uur, volgens mij. Is dat waar wat ik zeg? Ja, hij gaat één keer in het uur. En... Even kijken. Daarna. Is er nog een daarna trouwens? Even kijken. Of ik ook hier een... Even zien. Ik heb hier de tijden voor mij. Wat gaat hij elke keer? Hij gaat... Ja, soms twee keer in het uur, maar best wel vaak één keer in het uur eigenlijk. Ik denk dat dit wel het beste is om dit nu even zo te doen. Even kijken, de eerste rit en laatste rit. Ja, prima joh. Zo. Even kijken, dienst toewijzen. Buschauffeur. Ja. Ga je gang joh. Selecteer een bus op het terrein om de dienst uit te voeren. Even kijken. Nou, deze dan denk ik. Nou, hij staat nu op play volgens mij. Dus dat is goed. Dan vraag ik me alleen af wanneer er dan iemand... hier wat gaat doen om maar zo te zeggen. Geen idee, maar er moet toch wel een keer ergens een bus gaan vertrekken, denk ik dan. Je ziet ze daar een beetje hals over kop als een of andere rare vogel heen en weer gaan. Even kijken, verkoop 20 kaartjes. Klik op je saldo om het financiële overzicht te openen en de ticketprijzen in te stellen. Even kijken, kaartjesverkoop. Ja, ik denk dat dat op zich wel goed is, toch? Laat dat voor nu even staan, denk ik. Ik denk dat het voor nu wel goed gaat.
Even kijken, hoe laat is het? 19. Kan ik even heel snel naar de... buslijnen. Tot hoe laat gaat hij? Oh, hij gaat ook echt like tot 19 uur. Nee, hij zou tot 20 moeten gaan eigenlijk, zie ik hier. Tot hoe laat gaat hij hier in Hengelo eigenlijk? Wat is zijn laatste? 21 uur. Ja, dat heeft geen nut trouwens, want er is hier bijna niks te doen. Dus dat boeit niet zozeer. Oké, okay, nou, dan moeten we gewoon wachten totdat lijn 10 wat gaat doen, denk ik. Alle wijzigingen en dienstregeling. Oh, ja, nee, oké, okay, dat zal. Nou, kijk, hij gaat nu. Kunnen die bus volgen? Of is hij dan ook gewoon, like, zometeen gewoon weg? Kunnen die jou volgen? Nee, alleen de bus painten en dat soort dingen kunnen we doen. Oh, dit is ook niet echt representatief. Nou ja, ik weet natuurlijk dat Hengelo natuurlijk niet zo eruit ziet, laten we dat wel even zeggen. Maar wat we wel kunnen doen, we kunnen de bus volgen. Dus we zien nou dat hij bij Centraal Station is aangekomen. En nou zouden wij dus eventjes kunnen kijken. Tenminste, ik weet niet wanneer die bus gaat vertrekken, maar even kijken. Gebruik. Om, even kijken, om... Oh ja, ik kan hem wel even doorspoelen wellicht. Misschien nog sneller. Want om 8 uur moet hij vertrekken bij... hoe is dat? Zal hij moeten vertrekken bij... bij Centraal Station als het goed is. Yes, kiet. Daar gaat hij. Oh, we volgen hem ook gewoon. Kijk, nice. Alleen verwacht ik niet dat we heel veel passagiers hier zullen krijgen nu. In alle eerlijkheid. Oh, er hoppen nog geen mensen op en aan, helaas, zie ik. Maar ja, we hadden, hadden we op zich ook wel verwacht, hè. Dat was op zich niet... dat hier mensen nog op en af, hoppen, om het zo te zeggen. Oh, hij gaat wel heel... Oh, hij blijft ook gewoon zo'n rondjes rijden. Oh, hij gaat weer terug naar het... naar het depot, schijnbaar. We kunnen eens eventjes kijken of we misschien nog een lijn kunnen toevoegen. Want we zijn toch nog hier. Even kijken. Welke bussenlijnen gaan trouwens nog meer gewoon door Hengelo heen eigenlijk. Dan hebben we nog lijn 11, 12 en 13 hebben wij. Even kijken, wat is lijn 11 dan? Is dat een klein lijntje? Oh, die gaat helemaal zo, ja. Even kijken hoor. Oh, hij heeft twee keer ook een begin. Dat is leuk. Even kijken, hij gaat eerst naar... Ik ben even aan het kijken hoe die bus een klein beetje aan het rijden is. Maar hij gaat dus zo inderdaad schijnbaar... Even kijken hoor. Oh, hij heeft een soort van tweedelige route heeft hij. Oké, okay, die begrijp ik wel. Wat ze daarmee bedoelen. Oké. Okay. Nou, we kunnen nog een route aanmaken dan. Even kijken, dan zal dat... ja, dat kan wel kloppen inderdaad. Dat je daardoor geld verliest, denk ik. Kunnen we nog een route toevoegen dan? Even kijken. Moeten via de map doen, dacht ik toch? Oh. Het spel is automatisch opgeslagen. Dat is mooi. Even kijken. Dan hebben wij dus nu hier... Wat is dit? Lijn 11? Lijn 11. Even kijken. Lijn 11 die gaat vanuit het... Centraal Station... naar de Brink... En vanuit de Brink gaat hij naar de Oldenzaalse straat. Naar de Teamsbrugge. Dat is deze. En vanuit de Teamsbrugge gaat hij naar de Gerardus Mariella.
hele bijzondere naam ook gewoon. En dan naar Nornk. Naar deze. En dan naar Kleindrine. Dat is die. En dan gaat hij een heel stuk naar de hier naar boven heen. Naar deze inderdaad. Oh, dat is denk ik de verkeerde kant. Hij moet eigenlijk aan deze kant zitten. Zo. En dan... Wat is dit voor ding? Dit is winkelcentrum Hasselo. En dan... Tot de Robert Stolstraat gaat hij hier naartoe. En dan keert hij eigenlijk om. En gaat hij hier naartoe. Dan moeten we deze hebben namelijk. Die gaat dus hier naartoe. En dan naar de... Weer naar winkelcentrum... Oh, ik ben iets te voorbarig geweest. Hij ging wel weer naar het winkelcentrum heen. Dus dat is... Hier. En dan weer hier naartoe. En de volgende die hij pakt is... Even kijken. Oh, dat is die grote hoek weer. Even kijken waar die zit. Ben ik even aan het loeren nou. Begin, hij gaat die rotonde over. Dan gaat hij... Ja, naar die schorte hoekstraat. Die heb ik hier inderdaad. Heel stukje doorrijden. En dan weer naar de Kleindrine. Dat is dus deze. Maar dan natuurlijk wel aan de... overkant. Nee, zo wil ik dat niet hebben. Even kijken, hoe kan ik hem hier aan de juiste... Kan ik dan gewoon weer die zeggen? Nee, dat denk ik niet. Want dan gaat hij over de verkeerde kant heen. Ja, ik plaats hem hier wel, zo. Kleindrine. En dan naar de Nork gaat hij weer. Oh, hier zijn trouwens ook wat happy faces, dat is goed, denk ik. Even kijken, waar is de Nork? Die is hier. Ik zit er al eens even te kijken, hè, maar... We rijden volgens mij wel over de juiste weg gewoon terug, denk ik. Oh, dan kan ik dus over deze pakken, denk ik. Gewoon die Nork, om het zo te zeggen. Even kijken, dan gaat hij naar de Gerardus Majella weer. Dat is deze. Zou ik hem die bit aan de overkant kunnen zetten? Like hier of zo. Even netjes er langs heen om zo. Is dat te ver? Oh nee, wacht even. Never mind. Gerardus Majella. Even kijken. En dan gaat hij naar de Teamsbrug. Dat is deze. Maar die zet ik eventjes hier aan de overkant neer. Zo. En daarna gaat hij weer terug naar de Brink. Maar ik zet hem eventjes hier neer. En dan weer terug naar het centrale station. Dat is lijn 11 eigenlijk zoals die is. Even kijken. Hoe vaak rijdt dat hok? Even kijken. Even zien hoe vaak die van het station vertrekt per half uur. Ritinterval is eigenlijk elk half uur. En de laatste die vertrekt om... Oh, wauw. Om 12 uur zelfs. Maar goed, dat heeft hier denk ik niet veel nut in deze game. Omdat het verkeer dan een klein beetje afsterft, om het zo te zeggen. Dus. En de eerste vertrekt hier om 5. Maar ja, dat is ook wel het beste om hier in de game te doen. Even kijken, hoe gaan we weer terug naar zo? Dan moet er nog een bus aan de... Even kijken. Ik moet er nog een bus aan deze lijn knallen, dacht ik. Ik bedoel, hoe doe ik dat zo in één keer? Want je moest namelijk een... even kijken, personeel, buschauffeurs.
hoe kan ik nou, ik moet toch een bus en een buschauffeur moet ik toch aan die lijn zetten, dacht ik. Of ben ik nog helemaal gek? Hoe kreeg ik nou dat de vorige keer voor elkaar dan? In bereidheid om gebruik te maken van openbaar vervoer, bussen, in het depot. Ja, deze is ook gewoon in het depot. Dit is om bussen te kopen. Nee, natuurlijk zijn er nog geen reizen op deze ding voltooid, dat snap ik ook wel, maar... Oh, dit is voor onderzoek. Dat is leuk. Maar... Nou weet ik alleen niet of ik dus iets vergeten ben, ja of nee. Maar goed, einde van de dag. Als je wil, kun je de tijd overslaan en naar de volgende dag ingaan. Nou, let's try that. Oh, kijk. Nou kunnen we dus diensten toewijzen. Lijn 11 en lijn 10 toewijzen. Aan deze bus. Toewijzen aan deze bus. Zo. Ik heb ze toch allebei toegewezen, dacht ik. Zijn er drie diensten dan of wat? Zo, die gaat weg. Waar is die... Hoezo kom ik buschauffeurs te kort aan? Want hij loopt rond. Waarom loopt hij gewoon rond? Ik heb hem toch gevraagd om wat te doen? Of heb ik dat niet goed gedaan dan? Hoezo heb ik nou dan... Moet ik een buschauffeur erbij nemen dan? Ik heb toch... Oh, rijdt een bus. Huh? Dat kan ook gebeuren. Je bus die kan dus like gewoon te vroeg weggaan. Of te laat weggaan, schijnbaar. Heb ik dan eentje gemist of zo? Nou ja. Kan voor nu wel even, denk ik. Even kijken. Dus die. Oh, hey, deze heeft passagiers mee. Nice. Kijk, dat is goed dat deze passagiers mee heeft in ieder geval. Daar ben ik blij mee. En als de bus maar niet vol raakt, dan vind ik het helemaal goed. Dit is wel leuk. Gewoon even een keer een busje... Oh, wat? Dat is wel... Dit is wel een beetje bijzonder. Volgens mij klopt die route niet helemaal zoals ik hem heb ingevuld per ongeluk. Die moet ik dus zometeen even een beetje bewerken, denk ik. Want hij gaat nu op een hele, hele rare manier heen en weer. Zo, die kunnen dus mooi naar het winkelcentrum in. Nou, als het goed is, doet hij niet een hele rare loop eromheen. Nee, nou gaat hij gewoon in één keer terug. Oké, prima. Wat heel bijzonder trouwens. Heel bijzonder, moet ik zeggen. Hoe is? Nog een lijn 11. Oh, heb ik twee keer lijn 11 toegewezen? Chips. Ik heb daar serieus twee bussen. Heb ik er twee bussen opgezet? Oh ja, tuurlijk, want ik heb gezegd van hoe is het ook alweer? Ja, nou snap ik hem. Nou snap ik hem. Ik heb ja gezegd van dat dat lijn 11 twee bussen nodig heeft. Zo staat het ook alweer inderdaad. Oké.
That makes sense in a way. Oké, nou snap ik hem ook in één keer helemaal. Nu snap ik hem helemaal hoe dat er dan zit. Oké, ja, dus wat ik eigenlijk moet doen is even een parkeerplaatsje erbij halen, dat sowieso. En een bus. Even kijken. Marktplaats. Nog even een busje. Even kijken, laden, lokale creaties, toepassen. Zo. En dan hebben we ook nog een buschauffeur nodig, denk ik. Even kijken. Dan heb ik zeker nog een buschauffeur nodig, anders kan ik er natuurlijk niks meer. Eens even kijken welke daarvoor het beste is. Ik denk... Ja, die eigenlijk gek genoeg. Oh, nee, deze hier. Kom maar hier. Bouw een extra kantoor of breid een bestaand kantoor uit om meer werknemers aan te nemen. Oké. Oh ja, ik snap maar waarom ze dat zeggen. Kantoor. Even kijken, ik wil hem uitbreiden dus. Zo. En dan moeten we waarschijnlijk even wat bureaus erbij hebben en dat soort dingen. En meer stoelen. Zo. En wat meer... Even kijken, dit is een vergadertafel. Even kijken. Ja, staand bureau dan, I guess. Zo. Even wat meer bureaus en dat soort dingen. Prima, denk ik. Nou zullen hun daar ook wel happy mee zijn, hoop ik. Nou, super tof. Dan even kijken, hoe kunnen we deze dag nog overslaan? Volgens mij is nog alles een beetje vol in onderzoek en dat soort dingen. Even kijken. Voltooi 10 reizen succesvol. We kopen 20 kaartjes, hebben we gedaan. Als het goed is krijgen we ook weer wat van die... Even kijken. Creëer meer busroutes om 36% gebouwen en bezienswaardigheden aan te sluiten op je huidige busnetwerk. Zet volgens bussen in op het nieuwe busnetwerk. Dus, dat is wel een plannetje voor later. Ik laat dat voor nu gewoon eventjes hierbij, denk ik, dames en heren. Ik hoop dat jullie... Oh, wauw, die zit er mooi vol. Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van deze aflevering. Zowel doe dan even dat blauwe duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn aflevering wil zien, kun je het abonneren op het kanaal. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.